De Trisken is een wijk in Drachten met ongeveer 1500 woningen. Deze wijk bestaat uit verschillende buurten. Een van deze buurten is de Hooisalder. De meeste mensen die in deze buurt wonen hebben niet een koopwoning, maar een huurwoning. Daardoor vinden de meeste buurtbewoners het onnodig om hun tuin op te knappen, omdat ze toch maar voor een korte periode wonen. Hiervoor organiseert de organisatie Woon Friesland een opknapdag. Wij gingen hier een kijkje nemen. De bedenker achter deze tuindag is Karin Tersmette. Wij vroegen haar over de tuindag. We hebben vandaag een zogeheten tuindag georganiseerd. En in die tuindag proberen we de bewoners uit hun huis te krijgen. En aan de slag in groenpaden, in rotzooi. Maar we hebben ook een grofvuil container. Dus de mensen mogen hun grofvuil gratis in die container dumpen. En hoeven ze geen aanhanger te regelen of een auto met iemand die ze daarmee naar de stort kunnen brengen. Jong en oud werkten mee aan de opknapdag. Wij vroegen de buurtbewoners wat zij ervan vonden. Ja, geweldig. Ik heb de vorige keer ook meegedaan, dus nu weer en de volgende keer ook. Het is de tweede keer dat ik het meemaak en ik vind het wel heel erg leuk hier in de buurt. We hebben normaal niet zo heel erg veel contact. Dat komt nu langzaam wat op gang en dat zulke dagen helpen dan heel erg goed voor.